In deze film nemen we u mee naar Zuid-Duitsland en het Klein Walsertal. Dit bijzondere dal ligt in Oostenrijk, maar is eigenlijk alleen vanuit Duitsland te bereiken. De natuur is er prachtig, met de diverse bergbeken, de mooie dalen, kloven en plantenrijke weiden. Vanuit Oberstdorf lopen langs de Breitach naar de Iller-oorsprong. De samenkomst van de riviertjes Breitach, Stillach en Trettach, die tezamen de rivier Iller vormen. De Iller is 147 kilometer lang en stroomt naar de Donau toe. Een eerste vlinder laat zich zien, een afgevlogen mannetje citroenvlinder. De gevlekte orchis, we zullen er nog vele tegenkomen. En natuurlijk nog andere soorten orchideeën. De adderwortel wordt bezocht door een rouwspanner, een nachtvlindertje. De gevlekte orchis wil nog wel eens variëren in kleur. Dit is een hele lichte soort. Dadelijk zien we een donker gekleurde, gevlekte orchis. Het leefgebied van het groot dikkopje loopt van Europa via Noord-Azië tot Japan. De vlinder komt voor in bosrijke gebieden op vochtige, matig voedselrijk grasland. In berggebied komen ze tot een hoogte van 1800 tot 2000 meter voor. Bij Buchelen gaan we het dal in. Het is een tolweg. We gaan wandelen langs de Starslag. Net over de beek zien we in de bomen een eekhoorn zitten. Hij zit op zijn gemak te eten. Achter de beek zien we een hoge en steile rotswand. De beek stroomt door het rotsig gebied, met allerlei watervalletjes en stroomversnellingen. Langs de beek groeien natuurlijk vele soorten planten.
Het wordt steeds donkerder en een onweersbui dwingt ons om te keren. Vanuit Viesje maken we een wandeling langs de Iller. En we zien al meteen op de brug een waterspreeuw. Waterspreeuwen gebruiken hun vleugels om onder water te zwemmen en kunnen over de bodem lopen. 'S Winters duiken ze vaak langs de rand van het ijs onder water. Ze kunnen ook aan de oppervlakte zwemmen. De grote centauri trekt allerlei insecten aan. Iets verderop zien we de grote muggenorgers. Het muskuskaasjeskruid wordt bezocht door een koevinkje. Het is een zeer donkere vlinder. Het mannetje is bijna zwart. Het vrouwtje is lichter van kleur en daardoor zijn de oogvlekken bij haar beter te zien. Het duidelijkst zijn de oogvlekken waar te nemen aan de onderzijde van de vleugels. De waardplanten van het vals heideblauwtje zijn struikhei. Buiten Nederland en België ook planten uit de familie vlinderbloemige, zoals gasperdoorn. De soort overwintert als ei. De rupsen worden vaak meegenomen in nesten van mieren. En in Nederland en België vooral de zwarte wegmier. De keizersmantel heeft veel nectar nodig, die hij meestal vindt in de wilde marjolein en distels. De vlinder komt vrijwel in heel Europa voor en leeft in gemengde en naaldbossen. De vliegtijd is van mei tot en met september. De puntwederik wordt ook gebruikt in de siertuin en is ook verwilderd te vinden. Van nature komt de puntwederik voor in Oost- en Zuidoost-Europa. De waardplanten van de rups van deze purperstreep paramoervlinder zijn onder meer de moeraspirea, braam, geitenbaard en de kleine pimpernel. Langzaam keren we langs de Iller terug bij Viesje. We zien het dorp in de verte liggen met de kenmerkende kerk. Het Agacellermoos is een heideveengebied. Deels begroeid met berken, blauwe bosbes en hier en daar natuurlijk weidelandschap. De burperstreep paramoervlinder. Aan de onderkant van de achtervleugels, welke gesierd zijn met een purperen band, ontbreken de spiegels die veel andere soorten paramoervlinder wel hebben.
Door het gebied slingert een beek, de Aracheller Bach. De mannetjes van de Bosbeekjuffer bezetten uitkijkplaatsen in de oevervegetatie, op plaatsen waar zon door het bladerdak valt, om hun territorium te verdedigen. Andere mannetjes worden verjaagd, soms pas na een minutenlang schijngevecht in de lucht, waarbij de indringers de binnenkant van zijn vleugels laat zien. Voor de pals laat het mannetje de rode stip aan de onderkant van zijn achterlijf aan een passerend vrouwtje zien. De gouden tor. Deze kever leeft van bloembladeren, wondsappen en vooral stuifmeel van diverse planten, als meidoorn, wilde roos en vlier. De kever vliegt terwijl de dekschilden op hun plaats blijven. De vleugels worden er als het ware onderuit getrokken door uitsparingen onder de randen. Vanuit Oberstdorf gaan we het Stielachtal in. De waardplant van de woudparemoervlinder is valeriaan. Via deze prachtige houten brug steken we de Stielach over. Onder in het dal liggen bloemrijke hooilanden, waarvan enkele al gemaaid zijn. In de eerste zien we veel margrieten en verderop onder andere veel adderwortel. De waardplanten van de knoopkruidparamoervlinder zijn soorten van de geslachten Centauri en in mindere mate weegbree. Tot het geslacht Centauri behoort ook het knoopkruid, waar de vlinder naar is vernoemd. Het groot geaderd witje vliegt van 500 tot 2000 meter in berggebied. Het heeft geen specifieke eisen aan zijn omgeving en kan daarom overal worden aangetroffen. De waardplanten, waar de eitjes op worden gelegd, zijn meidoorn en sleedoorn. Vogelnestorchis wordt ook wel vogelnestje genoemd. Het vogelnestje is een epiparasiet die in symbiose leeft met schimmels. Van de akkelei bestaan wel 120 verschillende soorten. De bladeren van de akkeleiruit bevatten een gele kleurstof die vroeger gebruikt werd voor het verven van wol.
De spoor van de welriekende nachtorgus bevat nectar, waar nachtvlinders met een lange tong op afkomen. De plant heeft twee knollen, een oude en een jonge, voor de opslag van reservevoedsel. Op een drikkige plek zitten meerdere grote geaderde witjes en boswitjes bij elkaar om voedingsstoffen op te zuigen. Het boswitje is een fragiele vlinder met smalle, ovale vleugels. De vleugels zijn aan de uiteinden sterk afgerond. Bij het mannetje is de vlek in de voorvleugelpunt donkergrijs tot zwart, bij de vrouwtjes lichtgrijs tot wit. Dodenwaad, ook wel witte nieswortel genoemd, is een uiterst giftige plant. Die behoort tot de eendbestfamilie. En vroeger werd hij gebruikt als pijlgif. Zagen we net de trettag spitsen, nu betreden we trettagtal. Hier zien we het veenpluis. Heel even maar zien we de waterspreeuw. De woudparamoervlinder vliegt van mei tot en met september, in één generatie per jaar. Er wordt als rups in een spinselnest overwinterd. De rouwspinner is een overdag vliegende nachtvlinder. Je ziet hem vaak langs bosranden. De narcisanemoon is in de Alpen een relict uit de ijstijd. Op bepaalde standplaatsen is de soort betrekkelijk algemeen, maar wel beschermd. De boshanddoorn heeft taaie stengels. Deze zijn ruw behaard en vierkantig. De waardplanten van de zilveren maan zijn moerasviooltje, hondsviooltje en duinviooltje. De zilveren maan overwintert als half volgroeide rups in de strooisellaag.
In april worden de rupsen weer actief en verpoppen, hangend in de vegetatie. De Chrysaliszee ligt op 916 meter hoogte. Op de bodem van het meer bevinden zich enkele karstbronnen die ervoor zorgen dat de kristalheldere Chrysaliszee met drinkwaterkwaliteit in de winter nooit bevriest. Aangezien dit bronwater in de zomer en winter een temperatuur heeft van 4 tot 6 graden. De gele monniskap is net als de blauwe zeer giftig. Voor de keizersmantel is het noodzakelijk om te zorgen dat de plant waar de rups van eet in voldoende mate aanwezig is. De rupsen van de keizersmantel eten namelijk uitsluitend wilde viooltjes. De bosrand paramoervlinder wordt ook wel adippenvlinder genoemd. Het leefgebied van het geelsprietdikkopje beslaat heel Europa en vliegt van zeeniveau tot 1900 meter in berggebied. De vlinder geeft de voorkeur aan bloemrijke plaatsen met hoge grassen als leefgebied. De vliegtijd is van mei tot augustus en de waardplanten worden gevormd door diverse grassoorten. Hier legt hij eitjes. Bij jonge exemplaren van de oranje bekerzwam is deze bolvormig, later komvormig met gebogen randen. Bij tors paramoervlinder duurt de ontwikkeling van het eitje tot vlinder 2 jaar. De bloemen van de Turkse lelie worden vooral door nacht, maar ook door dagvlinders bestoven. Voor het lokken van de dagvlinders dient de kleur en geur. De nachtvlinders worden door een sterke honinggeur die 's avonds begint gelokt. De keizersmantel zet de eitjes afzonderlijk af in spleetjes of mossen op bomen, op een hoogte van 1 à 2 meter. Meestal doen ze dit aan de noord- of westkant van de boomstam. De rupsen overwinteren zonder te eten op de plek waar het eitje gelegd werd en laten zich in het volgende voorjaar op de grond vallen. De kleine ijsvogelvlinder is een soort van bossen met een hoge luchtvochtigheid en
een vochtige bodem. Hier verkiest de vlinder vooral brede en zonnige paden met half beschaduwde kamperfoelie voor de eiafzet en braam voor de nectarvoorziening. We zien een door waterkracht aangedreven waterpomp die het water opstuwt naar hogere punten. De grote weerschijnvlinder is een relatief grote vlinder met een vleugellengte van 31 tot 40 mm. De vleugels van het mantje vertonen bijzondere structuurkleuren door iriseren. Dat betekent dat de vleugels nagelang de invalshoek van zonlicht kunnen verkleuren van bruin naar een prachtig blauwe kleur. De vleugels van het vrouwtje hebben dit niet en zijn bruin. De vlinders drinken het sap van rottende vruchten, bloedende bomen, mest en zelfs dode dieren. De vlinder heeft een voorkeur voor vochtige loofbossen en komt voor in Centraal- en Zuidoost-Europa. Het mannetje van de dennenboktor heeft extreem lange antennes en mist natuurlijk de legboor. De rups van de kleine ijsvogelvlinder vreet de bladeren van kamperfoelie en laat daarbij een kenmerkend vraatbeeld achter. Ze vreet vanaf de bladtop naar de stengel toe, waarbij de middenerf blijft staan. De vleugelranden van de geakkerde Relia zijn zeer grillig en vaak is tussen de voor- en achtervleugel een grote inkeping zichtbaar. Hierdoor krijgt de vlinder een moeilijk te interpreteren lichaamsvorm, waarvan predatoren in de war raken. De Nebelhorn is een 2224 meter hoge berg, grenzend aan de Daumengroepen in de Allgäuer Alpen bij Oberstdorf. De berg is via de Nebelhornbaan makkelijk te bereiken. De top van de berg is een geliefd uitzichtpunt en biedt een uitzicht over meer dan 400 bergtoppen in het Duitse,
Oostenrijkse en Zwitserse Alpenmassief. De Nebelhorn staat bekend om zijn plantenrijkdom en dat gaan we samen bekijken. Gentiaan is een geslacht uit de Gentiaanfamilie. Het geslacht kent ongeveer 400 soorten die voornamelijk in gematigde bergstreken van het noordelijk halfrond en de Andes voorkomen. In Europa komen 35 soorten voor, vooral in de Alpen. De vanilleorgus dankt zijn naam aan zijn geur. Je loopt er al snel aan voorbij, de witte muggenorgus. Hij valt nauwelijks op tussen de andere planten. Nog zo'n soort die je zomaar voorbij loopt, de groene nachtorgus. Hij valt nauwelijks op tussen het gras en al die andere groene tinten. De waterpieper bouwt zijn nest in een holte of rotsspleet. Het legsel bestaat uit 4 of 5 eieren. De vogel broedt 2 maal per jaar. Koninginnenpages komen graag samen hoog in de bergen. Ook de halve maanzweefvlieg is een goede bestuiver. De knotsorgus is een sterke tot 60 centimeter hoge plant. De geelgroene bloemstengel heeft verspreid over de stengel 4 tot 6 bladeren. De bloeiwijze is zeer dicht met tientallen kleine bloemen in een aanvankelijk kegelvormige, later kogel- of bolvormige aar. Opnieuw zien we de waterpieper. Hij heeft blijkbaar jongen, want zijn snavel zit vol met insecten. De voorjaarsgentiaan wordt ook wel lentegentiaan genoemd. De knotsorgus geeft de voorkeur aan neutrale tot kalkrijke, vochtige of droge bodems op zonnige plaatsen. De zwarte vanilleorgus hebben we al vaker gezien, maar nog nooit in zulke grote aantallen. De vanilleorgus bezit nectarklieren en wordt bezocht door meer dan 50 verschillende soorten insecten, waarvan het merendeel vlinders. De groene nachtorgus verspreidt een zwakke geur, die lijkt op honing. Daarmee trekt ze bestuivers zoals kevers,
bijen, hommels en wespen aan. Er zijn ongeveer 600 soorten kartelblad. Dit is het pluimkartelblad. De voorjaarszonnebloem wordt bezocht door een nachtvlindertje, helaas zonder Nederlandse naam. De nebelhoorn doet zijn naam eer aan. De lucht trekt langzaam dicht. De gestippelde gentiaan is vooral te vinden in subalpine en alpine graslanden, alpine heiden en struwelen op zure of kleiige bodems, tot op een hoogte van 3000 meter. Bij voorkeur op plaatsen die in het voorjaar met sneeuw bedekt zijn. Het baardenklokje komt alleen voor in de Alpen en hiernaast in een geïsoleerde standplaats in Noorwegen. Hiertussen komt de plant vrijwel niet voor. Boven wordt het zicht beperkt en we besluiten naar het volgende tussenstation te gaan en vandaar naar beneden te lopen. Ook hier staan weer de prachtigste bloemen te bloeien. We gaan ze eens rustig bekijken. De gele gentiaan groeit langzaam. Pas na 7 tot 10 jaar komt ze tot bloei. Daar staat tegenover dat ze 40 tot 60 jaar oud kunnen worden. We lopen langs de Valtenbach naar beneden. Het rood bosvogeltje is ook een orchidee. Vroeger kwam je nog voor in de biesbos. Bruinrode wespenorchis is een soort die groeit op voedselarme, droge, kalkrijke bodems. Meestal in de halschaduw. Hoewel hier en daar ook wel planten in de volle zon aangetroffen worden. We krijgen zicht op Oberstdorf, een bekende wintersportplaats. De welriekende muggenorchis wordt in tegenstelling tot zijn naam vooral bestoven door nachtvlinders. Het korte dikke spoor bevat nectar. En terwijl de vlinder met zijn roltong de nectar opzuigt, krijgt hij de stuifmeelklompjes op zijn tong geplakt. Bij een volgend bezoek komen die stuifmeelklompjes op de stamper terecht.
De waterspreeuw zoekt zijn voedsel tussen kiezels op de bodem van rivieren en beken. Hij jaagt vooral op ongewervelde, zoals larven van haften, steenvliegen en schietmotten. Deze ongewervelde komen vooral voor in snelstromende gedeelten van rivieren. We beginnen aan de afdaling door de Faltenbachtuggen. Deze staat beschreven als zware bergwandeling, waarvoor een goede conditie is geëist. Tredzekerheid, stevige schoenen en alpine ervaring. Maar het is wel bijzonder mooi. Gelukkig zijn we heel luids beneden aangekomen. Een ervaring rijker. Boven bij de Nebelhorn is het zo verschrikkelijk mooi dat we besluiten nogmaals naar boven te gaan. We komen langs de skischansen, waar de wereldkampioenschappen gehouden worden. Onze hond Sunny is sneeuw altijd heel aantrekkelijk. De alpenkwastjesbloem groeit voornamelijk op natte hooilanden, bermen, ruigtes en stenige plaatsen, vooral op kalksteen, tot op 3000 meter hoogte. De stengelloze gentiaan is kenmerkend voor de vegetatie in bergland. De voorjaarsgentiaan staat in onder meer Duitsland op de lijst van beschermde planten. Rotzeepkruid is een bodembedekkende, harige plant die voorkomt in de Alpen en de Pyreneeën.
We hebben prachtig uitzicht over de toppen rondom. En dat is best bijzonder voor de Nebelhorn. De aurikel is een plant uit de sleutelbloemfamilie. De plant is een relict uit de laatste ijstijd. De alpenmammot is een knaagdier uit de familie van de eekhoorns. De alpenmammot voedt zich met grassen, kruiden en zeggen, soms aangevuld met bloemen, onrijpe vruchten en wortels. Het is een dagdier dat in de regel de gehele dag door actief is. Op zeer warme dagen komt ze echter alleen 's ochtends en 's avonds tevoorschijn. Alpenmammotten leven in familieverband in een diep, uitgebreid gangenstelsel, dat een burcht wordt genoemd. Een groep bestaat uit 2 tot 20 dieren, bestaand uit een dominant paartje en hun nakomelingen uit verschillende jaren. Ook zijn er zwervers die geen vast woongebied hebben. Bij gevaar laten ze een korte, scherpe, fluitende alarmroep horen, waarna alle marmotten het gangenstelsel invluchten. De nestkamer waarin de dieren slapen ligt zeer diep en is bekleed met gras. We hebben veel geluk, want opnieuw zien we enkele alpenmarmotten, ook wel murmeltier genoemd. Thank you.